moet hij wel binnen een weekje komen. Hallo, goedemorgen! Ja hoor, ik ben er gewoon nog. Nothing's going on over here. Helaas, het is 8:10 en het is vandaag de uitgerekende dag van de week. Ja, oeh, spannend hè? Ja, ik ga me uitleggen. Jola is vrij vandaag en we gaan even lekker ontbijten naar de verloskundige. En Jola gaat naar vriendinnen en we hebben een ouder- en kindgesprek. Dat betekent dat je een gesprek hebt op school met de juf en met je kind erbij. Ik kreeg gisteren al een heel grappig berichtje van iemand die zei, ha, ik zie het al helemaal voor me dat je vliezen breken terwijl je op gesprek bent daar. Ja, dat zal wel heel hilarisch zijn. We zullen het zien. We doen dus ook meteen vandaag een zwangerschapsupdate, want uitgerekende dag betekent week 40. Dus dit is mijn 40 weken buik. Moet ik de weegschaal pakken? Nee, dat doe ik beneden even. Bam! Hoeveel weeg je? 82,5. Vorige keer ook al. Nee, toen was het punt 9. Het was het meer. Huh? Ja, die wilt weer pap. Doen we er wat blauwe bessen in. Het is vandaag. Dat komt omdat je vrij bent. Dan vergeet ik het helemaal. Nee, iets anders. De dag van de week. Het is woensdag vandaag. En we beginnen de dag met een ratslag. Zo, daar gaan we weer naar de verloskundige. En ik heb mijn kuikentje mee. Kan je weer even naar het hartje luisteren als je wil. Kijk. Zo is het hoofdje in het begin. Daarom moet je er zo voorzichtig mee zijn, hè? Zie je dan ook zo gewoon deze lijnen? Nee, dat zie je niet. Daarom laten ze het hier zo zien. Oh. Ja, ze was echt heel groot. Ja. Maar ze zei ze vorige keer al, hij wordt echt zeker niet zo groot. Zeker niet zo. Nee. Dus oh ja, mag mama borstkolven? Of je moest nu al... Maar ik had tegen haar gezegd, wil je me helpen herinneren? Maar dat vraag ik zo wel even anders, ja. Ja, nee, daar kunnen we het zo eventjes over, over hebben. Maar hij ligt nu in ieder geval, want nu liggen die billen boven en die, zijn rug ligt nu aan deze kant. Want ik voel hier voeten. Ja. Ja, overduidelijk het hoofd beneden. Ja, ook al een stukje in je bekken. Waarschijnlijk zijn het gewoon de billen die dan een beetje zo uit je omhoog buik komen. Steken als het ware drukke ja, baby. Hij begint, hij begint meteen, ja. De hartslag die je verwacht bij een baby die beweegt. Dat is helemaal prima. Oké. Okay. Ik ga je buik even afdrogen. Alles ziet er heel erg goed uit. Het buikje is lekker gegroeid. En het manneke ook als het goed is. Dus dat is heel erg mooi, dat het toch nog even wat langer is blijven zitten. Alleen nu moet hij wel binnen een weekje komen, want anders dan wordt het alsnog een, dan wordt het sowieso medisch. Dus dan moet ik in het ziekenhuis bevallen, mag ik niet meer in het kraamhotel. En ja, dan gaan ze natuurlijk van alles doen waar ik geen zin in heb. Dus hopen dat hij komende week komt, hè? Let's hope so. En ik word straks nog even door een lactatiekundige gebeld. Om wat dingen te bespreken over kolven. Omdat ik eigenlijk al zou willen gaan beginnen met kolven. Om alvast wat op te bouwen. Maar ik weet niet of dat nog nut heeft. Dus dat ga ik straks horen. Jola is erg vrolijk, zoals je hoort. Die had een heel goed rapport. En heel veel complimentjes van de juf. Heel goed gedaan, joh. En we gaan nu Jola naar een vriendinnetje brengen. Die gaat lekker spelen daar. Bart is even Jola aan het ophalen bij een vriendinnetje. En daarna gaan we boodschappen doen met z'n allen. Gelukkig maar, want ik zei ja, ik haal het wel zelf op. En dan ga ik wel door naar de supermarkt. Maar ik vind het toch een beetje eng in mijn eentje op deze uitgerekende dag. Ik weet niet, het is nu toch wel echt van ja, het kan elk moment beginnen. Dus nee, liever niet dat ik dan in de supermarkt sta met een kind. Dus we gaan nu even inkopen doen met z'n allen. Oh, 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 oh. Blauw. Om de beschuitjes mee te beleggen. Echt.
vreemd, joh. Zo, ready for the dinner. Oh, we eten hele lekkere shawarma. Speld pita broodjes. Pita broodjes met vegetarische shawarma. Heel erg lekker. Waar is die van? Vegetarische sla? Vegetarisch? Nee, niet zo. Maakt niet uit. Heb je allemaal opgestaan? Nee, ik moet het anders deze. Doen. Warm gourmet. Oh, deze. Deze. Dus dat. Ja, Bart. Iets met melk, zeker. Lactose. Ja. En wat zou dat, waarvoor zou ik die hebben gevraagd? Alles over je borstvoeding? Oh ja. Toch of niet? Ja, want ik had aan de verloskundige gevraagd. Zal ik alvast beginnen met kolven? Is dat misschien handig? Oh ja, tuurlijk. Omdat ik dat natuurlijk had gehoord. Volgens mij zelfs van een volger. Sowieso mogen ze het niet aanmoedigen om het al elektrisch te doen. Dus dan zou ik het echt met de hand eruit moeten knijpen. Ja, koelmelken. En dan is het echt heel weinig wat er nog uitkomt. Hmm. Als het al lukt. Maar kan je het dan wel een beetje de bevalling op gang? Nee, dat is niet aangetoond dat het geval is. Oké. Okay. Ze raden het in ieder geval niet heel erg aan bij ons om het te doen. Dus daarom ga ik het luister dan maar naar de experts, toch? Ja. 40 weekjes en geen idee of het nog een week duurt of een dag of nacht begint. I don't know. Maar goed, ik ga heel eventjes de kaart leegmaken, op de computer zetten. En morgen vlog ik dan niet, tenzij er wat gebeurt natuurlijk. Doe zeker even abonneren als je het nog niet bent. En op het belletje klikken, zodat je gewoon een melding krijgt wanneer er een nieuwe vlog online komt. Dan blijf je op de hoogte. Want als er wel al wat gaat gebeuren of niet, dan en ik upload een keer niet en ik upload wel, dan ben je in ieder geval op de hoogte daarvan. Dus dankjewel voor het kijken voor vandaag. Super lief en leuk weer dat je hebt meegekeken. En tot snel. Doeg! Rock that joint.